van harte bij de muziekdoos. We zorgen voor een formidabel Sinterklaaspakket met Koen Krukke, met Frank Galan, de Banga Boys, Steps, een heleboel verrassingen. We hebben Assepoester en deze familie, de bekendste zigeunerfamilie ter wereld, voor het eerst sinds lange tijd opnieuw in Vlaanderen, de Kelly Family. Thank you so much. Wat een formidabele sfeer hier in de Carré, in de muziekdoos, de Kelly Family. En straks gaan we nog praten met hen boven in de VIPA. En ze gaan ook nog een tweede nummer op het einde van dit programma brengen. We hebben nog heel veel verrassingen voor jullie. En we gaan verder met een vleugje muziek. Spaanstalige muziek, laten we zeggen, de Spaanstalige rebel uit de Vlaamse muziekbusiness. Want hij stuurde naar al de persmensen een cd en één Viagra-pil, die stouwtrik. Hij is dus de rebel die alles voor de liefde over heeft. Uw applaus voor Frank Galan. Amor, rebelde amor, en cualquier lugar. Sabor, dulce sabor, amigo en libertad. La luz nunca se fue, siempre alrededor. Y tú, queriendo entender mi corazón. Amor, gran triunfador,
sin tener edad. Dolor conquistado, queriendo abandonar. Cuando el querer te enseña a volver, en tu alma estaré, jamás te dejaré, olvidando el perder. Adiós al engañar, olvidando la amargura. ¿Quién me enseñará otra vez a ver el amor? Adiós al engañar. La verdad por primera vez, esperando amor, aquel rebelde amor te enseña a volver. Adiós al engañar. Met de blauwe ogen en die doordringende blik was Frank Galan. En hier zitten sympathieke mensen van de Kelly Family. Voor het eerst sinds lang terug in België, back in Belgium. You were in Belgium in 1981, I think. Yeah, that's right. We came here and we did a TV show and we did a few songs. We had, I think, 2 or 3 number one hits here. Like that was with David's song. That was really number one. It was a big hit. That's right. It was a huge success. Before we even came here, it was already a huge success. Yes. How old were you then? I was about, I think, 13, 14. Do you remember something of that time? I do. I do remember doing this TV show, what we did, and we did another song, Nick Nack's song, and it was very funny. So it was incredible because we came and everybody just, you know, it was a surprise that we were so huge. How many people are there with the Kelly family? You're John, that's Marty, here is Paddy. Yeah. Well, we're 9 brothers and sisters. There's 12 brothers and sisters, but 9 are still together in the band, and my father is still alive. And but he's not on stage. No, he pulled back about 8 or 9 years ago. Now he's just in the background and takes care of the business and the management and all that. You know. You need that too. Yeah, it's a big band, and sometimes you need somebody who just hammers on the table and says, "This is what we're gonna do." Mighty, do you remember how it all starts? I was just born into it. My first TV show was with 3 days old. I don't think I remember, but I guess we're oldies. How old are you? You cannot ask it to a lady? Yes, of course. I'm only 18, but it feels like we just started. But you're traveling around the world. You lived in a lot of countries. Where? Everywhere. France, Belgium. Belgium too? Holland. Oh, I think we did in Austria. I think we also did in Belgium for a little while. We lived in America, Italy, for quite a few years. Then we moved to Spain. We lived about 8 years. Mm-hmm. Then we moved into Ireland. We lived about 2 years. Then we moved into Holland 2 years. Germany about 6 years. So I'd be just like gypsies. Yeah. Like you speak a little bit Dutch. Een beetje, maar niet veel. Where did you learn it? We hebben 2 jaar in Amsterdam gewoond, maar dus niet goed.
Dutch te leren, waar alle mensen Engels praten in Nederlands en België. Your Dutch is so wonderful. Better than our French-talking ministers here in Belgium. Yeah. How many languages do you speak? We speak 5, and some of them can speak 6. We speak French, Spanish, English, German. You live also in a very, I can't say strange way, but it's not a usual way. Well, what's normal? Yeah, it's true. We travel a lot, but we also live in places, and we've been living kind of everywhere. It's not the usual. How? You live in a castle? Well, we lived in the last 2 years in Ireland. We have our home there, and now we bought a castle in Germany because we have our own record company there since 10 years. So we moved our record company there, and it's also become our central base for Europe, which 3 hours around, we can tour all over Europe. All right. We've lived in a bus for many, many years. You're here also with a bus this evening, all right. But we used to have a double-decker bus, an English double-decker bus, and then we had a big boat. In Holland, we bought the boat. All right, I have to stop because there are other artists at the moment there on stage. Do you know the Benga Boys? They are also like gypsies. They are from all over the world, and they're gonna sing "Boom Boom." From the Benga Boys, I have a surprise for you. Please, this is not a golden, but a platinum record, especially for you. And you did your first television show in Ostend, so this is really for you. And Jake de Hilswaard, please.
A present from the Belgian people. Ze hebben meer dan 50.000 exemplaren verkocht van We Like to Party. De Indiaan krijgt ook een. Do you want to say something? Thank you very much. Thank you, Belgium audience. We love you all because of you. Thank you. And we love you too. And we would really like to know who are the Benga boys. From where are you? I'm gonna start there. Hi, I'm Robin and I'm from Venezuela. Venezuela. I'm Kim. I was born in Brazil. Oh. Hi, I'm Denise and I'm from Hungary. And you? Hey, I'm Roy. I'm from Trinidad. Voilà, zo'n beetje van overal in de wereld komen ze. En ze wonen op dit moment zo'n beetje in de omgeving van Rotterdam. En van daaruit willen ze natuurlijk ook de wereld veroveren. En ze zijn aardig op weg. Maybe till next time in de muziekdoos. En nu, even kijken naar de wekelijkse muziekdoosclip, de Disneyclip. En deze keer is het de beurt aan Sandy van Touch of Joy. Zij wordt assenpoester. Was inderdaad een droom van een assenpoester. En we hebben nog zo'n volk meegebracht uit Groot-Brittannië. Ze vlogen weer speciaal voor ons over, want hun allereerste tv deed ze hier in de muziekdoos. Dit is de opvolger van For One For Sorrow. Dat is Heartbeat. And oh, something has changed with your hair. I like your dreadlocks. Hier is Steps!
Het ritme en de beat van het hart van Stips. En vannacht komt Sinterklaas langs en misschien brengt hij wel de muziekdoos-cd. Of deze Disney-cd met daarop hele mooie liedjes. Je zag de afgelopen weken en maanden de diverse Disney-clips hier in de muziekdoos. Van onder meer Johan Vermeene, we hadden Enzo, Barbara Dex, Koen Krukke, Shana, Robert Mossuze, Jasmin en ga zomaar even verder. We hebben Koen Krukke nog een keer uitgenodigd en we walsen mee met Bella Notte, Koen Krukke. Hoog in die nacht houden sterren de wacht. Is een nacht.
Gast 2 met Koen Krukke, een nummer geplukt uit onze muziekdoos Disney CD. Met daarop hele mooie liedjes. Straks nog meer Kelly Family, zoals beloofd natuurlijk. En elke week hebben we ook een leuke prijs die je kan winnen dankzij de keuze van de kijker. Twee winnaars worden door All Seasons verwend met een weekend in het driesterhotel Grenier de Groot in Hans-sur-Les. U kan er slapen in een rustieke tweepersoonskamer en genieten van de voortreffelijke keuken. Het hotel ligt midden in het gezellige dorpje en er is Nederlandstalig onthaal. Een bezoek aan de bekende grotto of het wildpark kan u er zelf bij verzinnen. Wij horen de bruiloftsklokken luiden, want de Kelly Family heeft groot nieuws. I will be your bride, zingen ze. The Kelly Family! When I'm gone from here, will you wait for me? When I'm far from here, will you pray for me? Would you care for me? If I needed hospitality, would you cry for me? If I were lying in bed, lying in bed, dying. Would you walk for me if I had no feet? Would you talk for me if I had no speech? Would you see for me if I had no sight? Would you hear for me? I couldn't hear, oh, I couldn't hear anymore. She said, I will give my fullest heart.
Ze waren al zingen I'll Be Your Bride, terwijl hier bloemetjes overhandigd worden. Misschien wel voor het huwelijksfeest. Hey Angelo, when is the marriage? When is the marriage? Oh no, not married. Just for fun. Yeah. Alright, it's a lovely song. Thank you for coming to Belgium. We really like the Kelly family. Maybe till next time, everyone. En wij gaan nu vlug even kijken, terwijl hier nog cadeautjes worden overhandigd, naar de keuze van de kijker. Als we vragen aan onze muziekdooskijkers welke hun top 3 was, kiezen zij op 3 de opvallende verschijning van DJ Springer. Op de 2e plaats de ode aan de meisjes van Enzo. En helemaal aan de top staat Kim K met Poupée de Cire, Poupée de Son. Dans le cachet quand je me vois, je suis partout à la fois, rusée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent sévire pour un but pour un nom. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Mes muscles sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, rusé au mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Sous le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupées de cire, poupées de son. Ziezo, de nummer 1 van deze week. Je kan weer bellen vanaf nu 0900 3x015. Dat blijft ons vertrouwde nummer. En we zijn weer volgende zaterdag op post met een heleboel vedetten. Zoals uit Nederland, René Vroger. We verwelkomen Boys Bands en Dana Winner en anderen. Misschien tot dan. Dag.